serieuze zaken. De marechaussee die mag per direct niet meer etnisch profileren. Aldus het Hof. In 2021 had de marechaussee nog gelijk gekregen van de rechtbank. Die bepaalde dat marechaussees huidskleur wel mogen meewegen bij de beslissing om iemand uit de rij te halen en te controleren. Ook al wordt dit door veel mensen als discriminerend ervaren. De manier waarop dat gebeurde en een gebrek aan duidelijke uitleg waarom je nou precies staande gehouden wordt en anderen die dus wit zijn door mogen lopen, dan word je ontzettend woedend. De zaak was aangespannen door onder meer Amnesty International. Het zijn geen incidenten, het is een patroon ten aanzien van mensen tegen wie ze geen enkele aanwijzing hebben van enige betrokkenheid bij strafbare feiten. Door het gerechtshof wordt de marechaussee nu toch teruggefloten. Huidskleur mag geen reden meer zijn om iemand te controleren. Is etnisch profileren te vermijden? Ja, dat is de centrale vraag. Maar snap je de uitspraak van de rechter, Filemon? Ja, dat moet je gewoon niet doen. Nee, dat ben ik gewoon echt zo. Ja, al mijn gevoel zegt dat het gewoon. Ja, daar hebben we in de geschiedenis wel eens fouten mee gemaakt. Dat mensen op rassen zijn beoordeeld, etniciteit. En dat moeten we gewoon niet willen. En gewoon maar heel goed creatieve oplossingen verzinnen om dan wel te zorgen dat er geen mensen binnenkomen door middel van mensensmokkel of dat soort zaken. Ja, dat is dit moet mooi. Je gewoon niet willen. Maar dat is natuurlijk wel, wat je nou gelijk zegt, ook heel moeilijk. Want die marechaussee, als het gaat dus om mensen die hier illegaal het land binnenkomen, ja, dat zijn natuurlijk meestal geen witte mensen. Dus die moeten kijken naar wie zijn dat. En dan ga je toch op uiterlijke kenmerken. Dat zou je ook doen als jij een winkeldief of wat ook hebt, waarvan je zegt van ja, dan moet daar en daar op letten, dan gaan we daar naar op zoek. Dat moet hier dan toch ook. En ik snap het wel hoor, want er zijn natuurlijk veel fouten meegemaakt in de belastingdiensten. We kennen alle voorbeelden waarbij het verschrikkelijk is. Dus er moet wel iets tegen doen. Maar aan de andere kant zegt de marechaussee nu zelf, ja, nu is ons werk eigenlijk niet meer te doen. En werken we eigenlijk de mensensmokkelaars. Die helpen we nu, want ja, die zijn tickets aan het boeken nu. Dus eigenlijk raak je hier meteen de kern van de zaak. Het is dus niet te vermijden, zeg jij. Nou, ik denk dat het hier best heel moeilijk is voor de marechaussee. Nee, ik had er ook op nationaliteit bijvoorbeeld. Nou ja, wat wel kan. Dat is al heel iets anders. Nou ja, wat zou kunnen is dat voordat de mensen instappen in het vliegtuig, dat je dus bij het kopen van het ticket of bij het instappen, bij het boarden bekend maakt wat je nationaliteit is. Mm-hmm. En waar je vandaan komt en dat klopt. Dat zou wel kunnen, maar dan krijg je straks natuurlijk ook wel weer de privacy waar. Goedelen. Maar ja, het klopt wel dat, spijtig genoeg, is een deel van dat profileren is wel functioneel, zou je kunnen zeggen. Maar er bestaan ook risicoprofielen. De UN heeft toch zo'n heel kader uitgewerkt waar je een risicoprofiel kan samenstellen waar etniciteit en ras een deeltje van is. Maar etnisch profileren is echt puur en alleen op basis van ras of etnische afkomst. En dat kan niet. Dat is discriminerend, dat is stigmatiserend. Dat is trouwens bij het internationaal recht verboden. Dus daar moet je omheen. En ik begrijp wel dat dat functioneel nuttig kan zijn om daar rekening mee te houden, maar niet op basis daarvan. Dat is toch een groot verschil. Overigens deden ze het al niet meer, hè? Nee. Maar Rocher was er al mee gestopt. Ja, dus, goed, maar dus dat is natuurlijk wel heel apart dat het in eerste instantie al wel goedgekeurd was, dat ze, terwijl het in de grondwet staat, dat er natuurlijk eerst de rechter wel toestemming voor had gegeven. Ja, en dat er nu een rechter moet komen die het stopt. Maar ja, het is natuurlijk wel iets dat in de grondwet staat dat eigenlijk al van huis uit. Dus eigenlijk hoort daar geweest een rechter aan te pas te komen. Ik was even benieuwd waar de marechaussee nou precies naar kijkt. Bij risicoprofielen. Informatie van inlichtingendiensten, dat is logisch natuurlijk. Samenstelling van een gezelschap, etniciteit, gedrag, reisroutes, nationaliteit en dus huidskleur. En dan zijn er nog wel een aantal dingen, maar die kunnen ze natuurlijk niet allemaal vrijgeven. Dat is natuurlijk goed, maar het is natuurlijk wel logisch dat de marechaussee, aan de ene kant wordt er gezegd van joh, let op dat er niet te veel illegale naar binnen komen. En aan de andere kant moet je, wat Rutger zegt, de blanke mensen, die zijn dat normaal gesproken niet. Dat zijn meestal de mensen met een kleurtje. Ja, Denk heeft trouwens veel vraagtekens bij de uitvoering hiervan. Ja. Wat denk jij, Frits? Is het goed uit te voeren? Dat de politie, maar de zee, maar ook de politie gewoon naar bepaalde kenmerken kijkt van mensen. Ja, dat als ik met politieagenten spreek, dan zeggen ze, ja, dat kan haast niet anders. Als we twee hele jonge jongens in een bepaalde auto zien, gaan we toch even kijken. En dat kan prima de auto van vader of moeder zijn. Maar ja, en als jij met een hoodie midden in de zomer half over je ogen in een wijk je ophoudt waar je niet woont, ja, dan word je op basis van die hoodie misschien ook wel even bevraagd. Wat kom jij hier doen? Dat hoeft dan niet op huis uitgekleurd te zijn. Maar ik weet ook wel, destijds, als je van dat tiller kwam met vliegtuig, ja, dan had je zo'n 100% controle. Nou, als je blank en wit was, misschien wat zongebruind,
dan kon je gewoon doorlopen. En de rest kwam er. Zoals jij. Dan mocht, ik mocht dan nog steeds doorlopen. Maar bij anderen werden dan, als je dus echt donker was van huidskleur, ja, dan kwamen de honden en die kwamen je even besnuffelen of je toevallig iets bij je had. En ja, dan denk je ook wel, ja, waarom bij die mensen allemaal wel? En ik kan toch ook wel gewoon iets meenemen bij spreken. Maar daar werd wel echt onderscheid gemaakt. Ja, dus met andere woorden, de centrale vraag was, is het te vermijden? Wat is dan jullie antwoord, Goedele? Ik denk dat het te vermijden is. Ja, je moet er wel rekening mee houden, maar niet uitsluitend. Ja, is er iemand aan tafel? Etnisch profileren is denk ik wel te vermijden. Maar profileren op basis van bepaalde kenmerken. Daar gaat het om. Kijk, een anoniem busje dat steeds door een woonwijk rijdt. Nou ja, dat wordt eerder aangehouden dan de buurttaxi. Ja, en daar hoort huidskleur ook bij, een profiel. Ja, dus dat ja, kan. Dat, ja. Ja. En, maar goed, het lastige is natuurlijk dat we in een tijd leven waarbij we ook erachter komen dat dat te vaak verkeerd is gegaan. En dat we er dus ook iets tegen moeten doen. Dus daar ben ik ook voor. Maar het moet wel te doen zijn. Ja, maar het feit is ook dat we dan heel snel gaan generaliseren. Ja, dat is natuurlijk. Als het gaat om op zoek naar illegale, dat gebeurt denk ik bij de marechaussee dan bij voorbaat al. Ja, ja. Is dat iets menselijks wat we in ons hebben? Ja. Dat generaliseren, ja. Ja, ik vrees van wel. Ik vrees dat het echt een bias is die in ons hoofd zit. En zelfs al zeggen we, ik doe dat niet, dat je zelf ook automatisch dat toch een beetje doet, ja. Duidelijk. Maken jullie wel eens, vast wel, selfies?